wish I were sitting. Welkom bij nog Spellenzolder, leuk dat jullie er weer zijn. En dit keer wil ik snel even kijken naar de nieuwe uitbreiding voor Kittens in de Blender, genaamd More Kittens in de Blender. Met deze uitbreiding kun je met twee extra spelers het basisspel Kittens in de Blender spelen. En ik wil jullie even snel laten zien wat er precies in dit kleine doosje zit. En dan kunnen jullie daarop zelf baseren of jullie het de moeite waard vinden om het toe te voegen aan het basisspel. Dus laten we rap maar eens gaan kijken naar More Kittens in de Blender. Om de uitbreiding te kunnen spelen heb je het basisspel nodig. En wat krijgen wij? Een klein schattig doosje, wat natuurlijk past bij de kittens. Een overzicht van wat er precies in het doosje hoort te zitten. En de nieuwe kaarten, waarbij we dus twee kleuren nieuwe kittens gaan krijgen. De paarse kittens en de oranje kittens. En we krijgen nog een paar kittens voor het basisspel erbij. En een aantal verschillende nieuwe kaarten die ik kort even met jullie wil gaan bekijken. En uiteraard de spelregels in het Engels, maar die stellen niet zoveel voor, want die geven alleen een korte uitleg van de nieuwe kaart. Dus laten we snel gaan kijken wat dit spel toevoegt. Voor degenen die Kittens in de Blender niet kennen, het principe is eenvoudig. Op tafel liggen drie locaties, de Blender, The Box en tussen deze twee locaties in The Counter, oftewel het aanrecht, zullen we maar even zeggen. Het doel is om zoveel mogelijk kittens van de kleur van jouw tegenstanders in de blender te zien te krijgen, want elke kitten die geblenderd wordt levert een strafpunt op voor de eigenaar en tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat jouw kittens veilig worden gesteld in The Box en daarvoor krijg je dan weer punten aan het einde van het spel. En degene met de hoogste punten aan het einde van het spel is de winnaar. De kaarten die we daarvoor hebben zijn natuurlijk de Kitties on the Move, waarbij je dus een kaart 1, 2, 3 stapjes mag verplaatsen of meerdere kaarten 1 stapje. Je hebt kaarten waarmee je dus uiteraard de blender kan activeren, waardoor alle kaarten die op de blender liggen eronder gaan en dat worden strafpunten. En alle kaarten die op de box liggen, die gaan onder de box en dat worden pluspunten. Het leuke mechanisme van dit spel is dat elke speler verplicht is, als hij aan de beurt is, om twee kaarten te spelen. En daarna vult hij zijn hand weer aan. Dus je moet altijd kaarten spelen en soms wil je dat niet. Wat biedt deze uitbreiding naast twee nieuwe kleuren kittens, dus kittens voor twee nieuwe spelers? Voegt een aantal ingrediënten toe, waardoor je in de blender een lekkere mix kan maken van de kittens die hierin zitten, bijvoorbeeld een chocolademix. En dan krijgt de speler van wie er de meeste kittens geblenderd worden, die krijgt nog eens een keer 6 extra punten. Dus dat is een leuke manier om de strafpunten die hier dan oploopt een beetje te counteren door er een smaakje aan te geven. Uiteraard zijn de muizen natuurlijk ook niet blij met al die katten, dus zij gaan zich ook bemoeien in deze uitbreiding met het spel. We hebben de Mouse in the House kaarten, waarmee we kaarten uit een andermans spelers hand kunnen stelen. En we hebben de Rodents Revenge. Normaal gesproken, als er een blenderkaart wordt gespeeld, worden alle kittens in de blender geblenderd, maar alle kittens in de box worden veiliggesteld. Met de Rodents Revenge wordt er alleen geblenderd en kittens in de box blijven waar ze zijn, dus die zijn niet veilig. Dus dat is ook weer een leuke manier om te pesten. Nou, dan hebben we nog een paar andere leuke pestkaarten waarmee we kittens uit de blender kunnen redden met Kit Calico. En we hebben een Mama Kit die zegt dat je alle kittens in de box mag gaan redden, waardoor zonder dat je daarvoor een blenderkaart hoeft te spelen. En tenslotte zijn er de tweelingkittens, die tellen als twee kittens. Blender je ze, dan zijn het twee strafpunten, maar weet je ze te redden, dan is het twee keer twee pluspunten. Dus dat zijn weer extra waardevolle kaarten waar iedereen natuurlijk maximaal mee gaat lopen pesten. Maar dat is een beetje wat de uitbreiding ons te bieden heeft. En dan komen we natuurlijk bij de vraag, is de uitbreiding More Kittens in de Blender de moeite waard om toe te voegen aan het basisspel? De extra kaarten zijn grappig, maar het zijn er niet heel veel. Het sterkste punt wat deze uitbreiding te bieden heeft is het feit dat je er twee extra kleuren kittens bij krijgt, waardoor je dus met 6 spelers kan spelen. En dit is nou eenmaal een partyspel wat je absoluut niet te serieus moet nemen. En twee extra spelers in de mix zorgen ervoor dat er meer willekeur komt, maar ook meer plezier. De kittens zullen van links naar rechts vliegen, van de
blenderen, counter naar de box en weer terug. En voordat je weer aan de beurt komt, kunnen er al van allerlei dingen gebeurd zijn. Zeker met een grotere groep mensen. En ja, dat is wat dit spel betreft ontzettend grappig, want dit moet je niet serieus nemen. Vond je het basisspel leuk? Dan kan ik je van harte aanraden om de uitbreiding eraan toe te voegen. Dan kun je het met meer spelers spelen. Je krijgt een paar leuke nieuwe effecten, maar qua regels wordt het niet complexer of uitdagender. Vond je het basisspel al matig? Dan zal deze uitbreiding jouw mening daarover niet veranderen. Ik vind het basisspel wel erg leuk, maar ik beoordeel deze uitbreiding op zichzelf staand en het biedt eigenlijk weinig vernieuwende elementen. Het sterkste verkooppunt wat ik al gaf is het feit dat je 2 extra spelers krijgt. Ja, en als je toch een uitbreiding voor een spel brengt, ben ik altijd wel geneigd om op zoek te gaan naar de frisse wind, een nieuwe twist, iets leuks wat toegevoegd wordt. En er zitten wel een paar grappige kaarten in. Maar omdat je die allemaal door de berg heen schudt, is de verhouding zo klein dat je het amper merkt. Dus voor een uitbreiding vind ik hem wat zwakjes. En om die redenen geef ik hem maar 2 sterren. Neem niet weg dat als je het basisspel, net als ik, leuk vindt, dat het wel een toevoeging is die de moeite waard is omdat je het met mensen kan spelen. Maar als een uitbreiding vind ik hem in zijn totaliteit wat magertjes. Spellenzolder.